Hoi allemaal, welkom bij de laatste dag van de adventkalender. Best jammer, maar we mogen vandaag het laatste, wel ook het allerlaatste, het grootste vakje openen. Dus dat gaan we eventjes doen. Even kijken. Ja, dat is hem. En dan zit er de grote exclusive paard in. Het grootste model uit het pakket. Dit is dus de Mustang Mary. Ik zal hem even uithalen. Dit is er dan. De exclusive Mary. Die komt ook uit in een set uit volgend jaar. Maar ik denk niet dat ik die set ga kopen. Maar die had eigenlijk ook wel beslijgen, maar dan komt de bom. En ja, om hem nou over te repainten vind ik zonde. Dus ik denk dat ik kan dit model gewoon zo hou. Nou ja, en nou hebben we dus echt alle vakken leeg gehaald, zeg maar. En dit hebben we gekregen. Ik zal het even allemaal bovenop zetten. Nou. En dit hebben we, wacht even jongens. Nou, dit hebben we dus allemaal uit de adventkalender gekregen. Dat is dus exclusives en stickervellen, leespockets, poesje. Ja, dit hebben we allemaal uit, dit is allemaal uit adventkalender. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik per dag dit deed. Zet onder in de comments of ik dit volgend jaar ook wel weer wil doen. Want dat wil ik eigenlijk graag doen. Vorig jaar had ik er ook één, maar ik was toen niet echt de hele tijd met YouTube bezig. En ik wil nu wel groter worden. Dus willen jullie het leuk om dat ik het volgend jaar weer doe? Zeg maar vanaf 1 december tot nu. Tot de 24e. Laat het achter in de comments. En vond je deze video leuk? Geef me een duimpje omhoog. En wat kan beter? Zet het ook in de comments. En ik word niet boos, maar haatreacties, ja, die worden verwijderd en klaar. Maar dat staat allemaal buitenom. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En dan zie ik jullie wel weer bij een serie. Dus doei. Volgende week ga ik weer met series beginnen, denk ik. Ik denk met het laatste deel van het Shetlander Clubje. Doei.